Goedemorgen. Welkom in Venlo. Was de verrassing, hoor. Ja, en dan gaat de deur open. Wij kijken. Ja, ik zelf schiet natuurlijk enorm in de lach. Dan komt de koning zelf binnen. En dat vond ik heel leuk. Wat gebeurt er? Die oude dame, ik dus, kwam pats langs de boy te zitten. En ik vond het heel leuk, want ik dacht, verrek, dat is net mijn zoon. Zo voelt dat ook. De koning, zijn moeder en ik, we zijn van dezelfde leeftijd. We zaten gewoon bij elkaar op vraag van de directeur van de BIEB. En of wij nog eens een gesprekje, dat hadden we al twee keer gehad. Dat daar mensen uit Den Haag kwamen. En dat was eigenlijk in het belang van meer bekendheid en meer hulp vanuit de bibliotheken voor het digitale. Er werd niet gezegd wat voor hoog bezoek dat er kwam. Hebt u het gevoel dat u de digitale boot hebt gemist? Is het met name in het begin te moeilijk geweest? Of is het... U wilde gewoon niks van weten? Nee. Ja, dat zijn wel meer... En dan heb ik... Ja, dat heb ik van kinds af aan. Dat familiëren, dus ik wilde hem kloppen en dat zag hij. En hij slaat zo voorover op de tafel. Hij kwam niet meer bij van het lachen, maar wij met z'n allen niet. Dat was ik, dat ben ik. En ik had ook zo'n respect voor die man. Want hij ging daar helemaal in mee. Vond het ook leuk. Dankjewel.